Goedemiddag, kijk naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 18 december. Het is bewolkt in Nederland en in de aanvoersrichting is nog steeds veel bewolking aanwezig. Met andere woorden, het blijft de komende uren ook wel overwegend bewolkt, alleen in het noordwesten, daar zijn ook wat opklaringen te zien. De stroming die is zuidwestelijk en dat betekent dus dat die bewolking steeds meer onze kant op gaat komen. Wel blijft het vrijwel overal droog. Vanavond en vannacht is er veel bewolking aanwezig. De temperatuur die daalt naar een graad of 11 die is dus zeer hoog voor deze tijd van het jaar. U moet zich voorstellen dat minimumtemperaturen normaal zo tussen de 1 en 2 graden zijn. Maar dat is komende nacht niet het geval. Het kwik daalt naar zo'n 9 tot 10 graden. Heel misschien dat het 8 graden wordt in Limburg. Er is veel bewolking aanwezig met hier en daar een opklaring. En wat de wind betreft die is overwegend matig uit zuidelijke richtingen. Langs de kust kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. Morgen overdag ook veel bewolking, maar het is hoge bewolking en de zon die breekt af en toe ook wel door. Met name in het zuiden moet dat toch wel gaan lukken. Temperaturen lopen op naar zo'n 11 tot 13 graden. Misschien op een enkele plek in het zuiden van het land zelfs naar 14 graden. Het blijft overal droog en er staat ook morgen een matige wind uit zuidelijke richtingen. Aan zee is de wind af en toe vrij krachtig. Dat geldt ook voor de zondag, nog steeds dat zachte weer met temperaturen tussen de 11 en 13 graden en afwisseling van hoge wolkenvelden en soms wat zon. In de loop van de middag op zondag neemt wel de bewolking toe. Maandag en dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar dat stelt op zich niet al te veel voor en maandag, dan is er zeker ook ruimte voor de zon. Op dinsdag begint dan echt de winter volgens de kalender, maar dan wordt het 's gewoon 12 graden. En de dagen erna blijft het ook nog steeds vrij zacht, met temperaturen over het algemeen rond de 10 graden. Zoals het er nu naar uitziet, is het met kerst ook zo'n 10 graden. En wat het weerbeeld betreft zijn wolkenvelden aanwezig. Maar de zon laat zich ook zien, en vooral op tweede kerstdag kan er wat regen vallen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijn weekend.